De Titanic was een oceaanstomer die in 1910 in Engeland in gebruik werd genomen. Het was een van de meest luxueuze en moderne schepen van zijn tijd. Er werd gedacht dat het schip onzinkbaar was. Maar op 15 april 1912 gebeurde het ondenkbare. Tijdens de eerste reis van het schip van Southampton in Engeland naar New York sloeg de Titanic tegen een ijsberg in de Noord-Atlantische Oceaan, voor de kust van Newfoundland in Canada en zonk. Het kostte het leven aan meer dan 1500 passagiers en bemanningsleden. Het was en blijft een van de grootste scheepsrampen in de geschiedenis. In deze video gaan we naar echte foto's van de Titanic en de passagiers kijken. En op het eind laten we de echte Jack Dawson zien. Kijk dus mee tot het eind. Het vertrek. De Titanic vertrok uit Southampton in Engeland op zijn eerste en enige reis op 10 april 1912. De bouw van het schip begon 2 jaar eerder in Belfast in Ierland en was voltooid op 31 maart 1912. De Titanic had 9 dekken met aparte ruimtes voor passagiers van de eerste klasse, de tweede klasse en de derde klas. Er waren bijna 2200 mensen aan boord voor de eerste reis van het schip. Hier zie je een menigte die langs de dokken staat terwijl de Titanic zich voorbereidt om te vertrekken. De kapitein. Kapitein Edward J. Smith was een veteraan van de zeeën. Het bevel voeren over de eerste reis van de Titanic zou zijn laatste klus moeten geweest zijn voordat hij met pensioen zou gaan. Helaas ging kapitein Smith met het schip ten onder. Hier zie je een foto van kapitein Edward J. Smith rechts en purser Hugh McElroy. Ze staan aan boord van de Titanic terwijl deze tussen Southampton, Engeland en Queenstown in Ierland reist. Slechts 1 dag na vertrek en 3 dagen voordat de boot zou zinken. De man die deze foto nam, F.M. Brown, stapte uit in Queenstown. Zowel Smith als McElroy stierven tijdens het zinken van de Titanic. Zakhorloge. Hier zien we een zakhorloge van een passagier van de Titanic in een omhulling van echt zilver. En hij staat misschien wel op de tijd van New York ingesteld in afwachting van een veilige aankomst. De reddingsboten. Hier zie je de reddingsboten op het dek van de Titanic staan vlak voordat het schip vertrok. Op de volgende foto zie je 2 reddingsboten die Titanic overlevenden in veiligheid brengen op 15 april 1912. Een andere reddingsboot, vermoedelijk afkomstig van de Titanic, wordt opgehezen uit het water. Een andere foto laat een reddingsboot vol Titanic overlevenden zien die wordt opgepikt door de Carpathia, het schip dat kwam helpen. Hier kan je de reddingsboten van de Titanic die overlevenden van het zinkende schip hadden vervoerd zien. Ze hangen aan de zijkant van de Carpathia, het schip dat de redding heeft uitgevoerd, terwijl het de pier in New York bereikt op 18 april 1912. Eerste klasse. Hier zie je de eerste klas lounge aan boord van de Titanic, zoals het te zien was vlak voordat het schip vertrok. De boeg onder water. Op deze foto zie je de verroeste boeg van de Titanic. Hij ligt in de donkere wateren van de Noord-Atlantische Oceaan voor de kust van Newfoundland. Dit is een iconisch beeld van het gezonken schip. Tot zijn ontdekking in 1985 was de locatie van de Titanic een mysterie. Robert Ballard, ontdekker van het schip, zei dat hij en zijn team wisten dat ze de Titanic hadden gevonden toen het team de boeg op de oceaanbodem zag. Digitale mozaïekweergaven van de boeg van de Titanic bieden nog nooit eerder vertoonde details. De optische mozaïeken bestaan elk uit 1500 hoge resolutiebeelden die zijn samengevoegd met behulp van sonargegevens. Platinumring. Hier zie je een platinumring bezet met diamanten die werd gevonden in een leren buidel. Vrouwen schitterden in zulke juwelen tijdens de chique sociale evenementen van het schip. De leeskamer. Dit is een foto van de lees- en schrijfkamer op het eerste klas dek van de Titanic. Deze foto is gemaakt vlak voordat het schip vertrok. Zie je jezelf hier al een boek zitten te lezen? Passagiers op het dek. Hier zie je Titanic passagiers die langs de reddingsboten aan boord van het schip slenteren, kort voordat het schip ten onder ging. Een andere foto laat een kind zien dat speelt op de speelplaats op het salondek van de Titanic, 3 dagen voordat het schip ten onder ging, op circa 10-11 april 1912. Propellers. Hier zie je de propellers van de Olympic, het bijna identieke zusterschip van de Titanic, op de scheepswerf in Belfast waar beide oceaanstomers werden gebouwd. Er zijn maar weinig foto's van de Titanic, maar de Olympic geeft een indruk van zijn grootse ontwerp. Op deze foto zie je de propellers van de Titanic op de zeebodem. Met haar roer in het zand en 2 propellerbladen die uit de duisternis gluren, rust de verminkte achtersteven van de Titanic op de afgrond, 600 meter ten zuiden van de boeg.
Dit optische mozaïek combineert 300 afbeeldingen met hoge resolutie die zijn gemaakt tijdens een expeditie in 2010. Hier zie je de propeller van de Titanic vanuit een duikbootspatrijspoort. Sinds de ontdekking van de Titanic op de bodem zijn er veel expedities geweest om het schip te bekijken en om onderzoek te doen. Overlevenden. Dit zijn overlevenden van het zinken van de Titanic die op het dek van de Carpathia zitten, gewikkeld in dekens en kleding die hen door de Carpathia-passagiers zijn gegeven, kort na hun redding op 15 april 1912. Hier zie je nog meer overlevenden van het zinken van de Titanic bij hun terugkeer naar Mill Bay Docks in Plymouth, Engeland in mei 1912. Hier zien we twee Titanic-overlevenden een heel aantal jaren later. Ze onderzoeken Titanic aandenkens in een museum in Liverpool in Engeland in 1985. Verhalen van Titanic-overlevenden zijn allang een onderwerp van fascinatie. De jongste persoon aan boord van de Titanic was een derde klas passagier genaamd Melvina Dean. Ze was 3 maanden oud ten tijde van het zinken van de Titanic. Melvina stierf in 2009 en was de laatste overlevende van de Titanic. Keramieke kom. Een keramische kom en ander puin van de Titanic liggen op de bodem van de Atlantische Oceaan voor de kust van Newfoundland. In de afgelopen jaren is er discussie geweest over het al dan niet verwijderen van de artefacten van de Titanic-site. De Titanic-broers. Dit zijn de Titanic-wezen. De Franse broers Michel, links en 4 jaar oud, en Edmund, rechts 2 jaar, die tijdelijk ouderloos werden omdat hun vader stierf in de schipbreuk. De broers overleefden het en bereikten New York, waar ze 1 maand verbleven voordat hun moeder, die in Frankrijk was gebleven en niet aan boord van het schip was, hen uiteindelijk herkende van een krantenfoto en ze kwam ophalen. Deze foto is gemaakt voordat ze werden geïdentificeerd in april 1912. Het nieuws. De Daily Echo, een krant uit Halifax, Canada, berichtte over het zinken van de Titanic. De krant meldt dat meer dan 1500 mensen zijn omgekomen en dat er 745 overlevenden zijn. Tegenwoordig zijn veel bronnen het erover eens dat er slechts 705 overlevenden waren van de ramp met de Titanic. Deze tegenstrijdigheid weerspiegelt de chaos in de nasleep van het zinken. Dit is een krantenjongen die kopieën van de Evening News verkoopt, waarin wordt verteld dat de Titanic is gezonken buiten het kantoor van de White Star Line, het bedrijf dat de Titanic bouwde in Londen een dag na de ramp op 6 april 1912. Achtersteven. Hier zie je de gehavende achtersteven van de Titanic. Het getuigt van de extreme beschadigingen aan het schip tijdens het zinken. Het is voor experts heel moeilijk om te zien wat het is. Eén expert zegt, als je dit spul wil interpreteren, moet je van Picasso houden. Café Parisien. Dit is een foto van het Café Parisien, een gedeelte van het eerste klas restaurant aan boord van de Titanic, zoals te zien was vlak voordat het schip vertrok. Motoren. De Titanic had 2 motoren van 4 verdiepingen hoog, die de boordschroeven van het schip aandreven. Deze motoren stuwden de Titanic vooruit. De topsnelheid van de Titanic was 24 knopen of 43 km per uur. De motoren liggen nu stil op de bodem van de Noord-Atlantische Oceaan. Ze zijn bedekt met zogenaamde rusticles, oranje stalactieten gemaakt van ijzeretende bacteriën. Deze enorme structuren van 4 verdiepingen hoog dreven ooit het grootste bewegende door mensen gemaakte object op aarde aan. De plek van de ramp. Hier zie je een foto van de plek van de ramp. Je ziet de ijskoude wateren waar de Titanic zonk op een foto die door een ander schip een paar dagen voor de ramp is gemaakt, 4 april 1912. De dinerzaal. De belangrijkste eetzaal aan boord van de Titanic zoals te zien is vlak voordat het schip vertrok, 1912. Een warm onthaal. Overlevenden van het zinken van de Titanic worden begroet door hun familieleden bij hun veilige terugkeer naar Southampton, Engeland, april 1912. Patrijspoort. Deze patrijspoort is een van de meer dan 5500 objecten die rond het wrak van de Titanic zijn opgehaald uit de oceaanbodem. Stalen rondplaten verbogen bij een botsing met de zeebodem en kwamen uit de stijve patrijspoorten. De ijsberg. De ijsberg waarvan wordt vermoed dat hij de Titanic heeft laten zinken, zoals gefotografeerd door de rentmeester van een passerend schip de ochtend nadat de Titanic was gezonken. Het andere schip had nog geen bericht ontvangen over het zinken van de Titanic, maar de steward zag naar verluid rode verf uitgesmeerd langs de basis van de ijsberg, wat aangeeft dat een schip het de afgelopen uren had geraakt, 15 april 1912. De vondst van de Titanic. Hier zie je expeditieleden die tijdens het zoeken naar de Titanic zich verzamelden in de controlekamer om de sonar te bekijken. De expeditie om de Titanic te vinden vond plaats in 1985 en stond onder leiding van Robert Ballard en Jean-Louis Michel.
Hier zie je een kleine duikboot die de bronzen telemotor fotografeert, die ooit werd gebruikt om de stuurinrichting op de brug van de Titanic te bedienen. In die tijd was de Titanic het grootste schip dat ooit was gebouwd en het was een staaltje van moderne techniek. Dit is Dr. Robert D. Ballard, die toezicht houdt op de voortgang van de expeditie om de Titanic te vinden. Ballard ontdekte de Titanic tijdens een geheime missie om een gezonken onderzeeërs uit de Koude Oorlog, Scorpion en Thrasher, te lokaliseren. Als laatste gaan we kijken naar de echte Jack Dawson. Zou hij echt bestaan hebben? Kijk mee, maar zorg er eerst voor dat je op het kanaal abonneert, de bel aanzet en de video liked. Zo blijf je altijd op de hoogte van nieuwe video's. De echte Jack Dawson? We moeten de fans van de film teleurstellen. Zowel het personage van Jack Dawson, vertolkt door de toen nog piepjonge Leonardo DiCaprio, als zijn tegenspeelster Rose, een rol van Kate Winslet, hebben nooit bestaan. Het verliefde paar en hun familie zijn een hersenspinsel van de regisseur James Cameron. Maar toch dook er tussen de namen van de slachtoffers een zekere Jay Dawson op. Doorgewinterde fans houden het liefdesverhaal levend door de man stevast Jack te noemen. Maar ook dat klopt niet. In werkelijkheid gaat het om Joseph Dawson, een Ierse man die werkte als stoker in de machinekamer van het schip en het leven liet bij de schipbreuk. Welke foto vind jij het indrukwekkendst? Laat het me weten in de comments. Ik ben benieuwd. Kijk morgen weer mee naar een nieuwe top 10 video. Tot dan!